En dan voor het eerst in Nederland, in de Kunsthal Rotterdam, is er een overzicht te zien van de prins van de absolute meester van het hedendaagse portret. De Amerikaanse schilder Chuck Close. Close is al sinds 88 grotendeels verlamd en zit in een rolstoel. En sindsdien werkt hij met een in alles aangepaste techniek. Zo worden de kwasten waarmee hij schildert bijvoorbeeld aan zijn handen gebonden. Chuck Close is wereldberoemd geworden met zijn grote fotorealistische portretten. En deze zijn zo waanzinnig goed gemaakt dat het eigenlijk lijkt alsof je naar een foto kijkt. Zoals dit portret van de Amerikaanse collega-schilder Alex Katz. Eigenlijk denk je hier naar een foto te kijken, maar dit is dus een linoleumsnede waarmee je met een gutsje in een plaat linoleum steeds iets wegsnijdt. En elk detail is hier weergegeven. De glimlichtjes en reflecties in de ogen. Elk rimpeltje. Je ziet zelfs de gaatjes van de poriën en onscherpte in zijn oren en nek. Zoals in een echte foto ook gebeurt. En er is geen kunstenaar die zoveel oog heeft voor detail in portretten. Close is overigens zo gefascineerd door portretten omdat hij aan een soort gezichtsblindheid lijdt en daar moeite heeft met het herkennen van gezichten. Kijk eens naar deze magistrale houtsnede. Dit is een zelfportret, al zou je dat niet op het eerste gezicht zeggen, maar hij heeft honderden van dit soort portretten gemaakt. En dan zie je ook hoe Close iets nieuws doet met zijn eigen gezicht. Van dichtbij is het eigenlijk volkomen abstract, licht psychedelisch ook. Je ziet alleen die vakjes gevuld met blobs in een soort contrasterende kleurvlakken. Een soort pixels eigenlijk, terwijl die dus niets met de computer doet en alles met de hand schildert. Maar als je dan uitzoomt en kijk je van ver af, dan zie je opeens het gezicht van Close. En vooral aan de randen vind ik dat het mooie. Dat eigenlijk die abstractie blijft meespelen. Dat het portret zweeft tussen een object en een afbeelding in. Tussen abstract en figuratief. En buiten dat Close schildert en fotograaf is, is hij vooral een fantastisch grafisch kunstenaar. En juist deze werken, gemaakt met verschillende soorten druktechnieken, zoals houtsneden, litho's, zeefdrukken, etsen, prints van papierpulp en zelfs tapijten, die zijn te zien in de Kunsthal. En het mooie is dat je daarnaast ook echt inzicht in het proces krijgt, doordat er verschillende uitvoeringen te zien zijn van dezelfde print. En zo zie je ook echt hoe die een werk opbouwt. Hij werkt met meerdere meesterdrukkers over de hele wereld, zoals je hier ziet. En je ziet hier hoe papierpulp in een mal wordt gespoten om verschillende kleurnuances te krijgen. Er zijn soms wel tot 40 drukgangen voor nodig om een portret op te bouwen. En hij werkt soms wel tot 2 jaar aan een print. En wat ik zo knap vind, is dat Close ook op deze leeftijd, want hij wordt dit jaar 72, nog steeds blijft experimenteren. En dat kenmerkt ook de grote meester. Hij heeft een ongelooflijke wilskracht en doorzettingsvermogen. En Close is gezegend met een enorm talent, denk ik. En door zijn verlamming is hij zich misschien nog wel bewuster. En hij waardeert het daardoor misschien ook nog wel meer dan anderen om in leven te kunnen zijn en te kunnen werken. Want dat is gewoon niet vanzelfsprekend. En hij houdt van wat hij doet. Dus een enorme verademing om te zien, een schilder die het leven viert middels zijn schilderijen. En zelf zegt Close het ook, er is eigenlijk geen gelukkiger kunstenaar denkbaar dan Chuck Close. Nu te zien in de Kunsthal in Rotterdam.